Oh ja, ik moet nog iets vertellen. Oh. Ik heb Gina geprankt gisteren. Ja. Best! Oké, proef. Het ruikt al gewoon echt naar vanille. Ja, hier, pluk. Oh, pluk. Oké, okay, we gaan dus vandaag jullie weer meenemen met deze dag. En we gaan weer super. Ah, deur! Ik ga iets aan mijn haar doen, is klaar. Nee, je haar zit zo goed. Nee, het zit echt vreselijk. Ja, daar zit letterlijk zo goed, jongens. Het zit heel vreselijk. Het is 1:30 en we hebben allebei nog niet ontbeten. Like. En ik heb ook niet avond gegeten, gisteravond ook niet gelezen. Nee, maar ik heb het wel gelezen. Top. Ja. Dus we gaan nu eten bestellen, want we kunnen niks zelf. Oké, we weten niet wat we gingen bestellen, wat we gaan bestellen. Dus we gaan straks in de stad kijken en we gaan nu allebei een ijskoffie bestellen van Dunkin' Donuts. Want we zijn Charlie D'Amelio. Yeah, oké, en we gaan eventjes, nou, niks ontbijten. Nee, want ik ontbijt ook gewoon nooit, dus ik weet ook niet wat ik zat met ontbijt, maar... Dus we gaan wel, zullen we gewoon even komen onderweg wel wat tegen. Precies, en dan nemen we jullie gewoon mee als we lekker wat in de stad gaan halen. Ja, goed idee. Yeah. We zijn nu lekker in de zon buiten en het is bloedheet. En we wouden dus voor deze soort van serieachtig of gewoon ons nieuwe idee op ons kanaal een naam verzinnen. En mijn privéverhaal heet dus Daily Drama. Dus ik ga nu Daily Drama JNG noemen. Oh my god. Creative. Jean en ik hebben allebei een pakketje binnengekregen van Kiehl's. Maar het is dus, zijn zeg maar... Met cannabis. Ja, wiet... Dingen. Maar dat schijnt goed te zijn voor je huid. Maar we kregen ook van die koekjes. We zijn echt bang dat het wietkoekjes zijn. Maar we gaan het wel proeven. Ja? Zullen we het proeven? Ja. Best! Oké, proeven. Het ruikt al gewoon echt naar vanille. Het zijn echt dora koekjes. Ziet het ook niet of zo? Nee. Geen spacekoek, gelukkig. Het smaakt wel een beetje raar, ik zeg eerlijk. Dat wil ik straks helemaal trippen. Ja, oprecht. Ik wil wel een lekker koekje, maar... Ik durf niet maar verder te eten. Ik durf niet verder te eten. Ik wil gewoon rustig op mijn Dunkin' Donutsje, sapje. Maar bedankt Kiehl's voor de cannabis koekjes. En voor de spullen. Hey, het is er. Gele vuur hier zitten. Ik ga stil pakken. Good morning. Thank you so much. Oh, good day. Thank you. Oké, jongens, ik heb de Dunkin. Yay! Come to mama! Come to me! Onze drink is op en ja, is ondertussen de foto aan het bewerken. It's really frustrating not showing you, maar... En misschien hebben jullie het in de video van vorige week wel gezien. Dat we het hadden over een tas, want wij lieten echt drie... Langer, hoe lang geleden? Echt lang geleden al. Ik weet niet hoe lang. We hebben het volgens mij echt vaak over. We hebben het er echt vaak over gehad, maar we lieten gewoon een tijdje geleden een tas aan elkaar zien van... Oh mijn god, we hadden het gewoon over welke tas we willen, want we willen altijd wel passen. Dat heeft denk ik wel iedereen. Je droomt altijd wel... Kijk, als meisje, je kijkt altijd wel naar mooie dingen en je droomt overal altijd. Precies, dus we hadden het gewoon over tas en we stuurden letterlijk allebei precies hetzelfde model tas naar elkaar toe, die ene van Prada. En we dachten echt van, oh mijn god, dit is een teken. We dachten, dit is gewoon het teken van god, we moeten nu gaan sparen voor die tas. Ja, dus we hebben echt al voor de coronaperiode, waren we echt letterlijk al bezig met sparen voor die tas en hadden we het er echt al over. Dus het is niet dat het nu echt net in één keer is gekomen. Van, oh, wat gaan we doen in deze vlog? Oh, we gaan een tas kopen. Nee, we zijn er echt oprecht al lang voor aan het sparen en ik heb echt alle kleuren al gezien en ik was laatst ook in de Bijenkorf. En vandaag is de dag! Ja, jij hebt hem al even kunnen haaien. Ik heb hem al even kunnen haaien. En ik vind deze zo mooi. Ik heb echt alle, we hebben echt alle kleuren al uitgepleist. Ze zijn er oprecht echt al even mee bezig. En hij is zo mooi. Hij is zo mooi. We moeten nog niet te veel verklappen, maar hij is echt leuk. Dus we hebben er heel lang voor gespaard. En want we werken natuurlijk ook gewoon voor YouTube en zo. Niet dat jullie nu gaan zeggen van, oh, jullie kopen zomaar een tas. Dat zit echt helemaal niet. We hebben er oprecht lang voor gespaard. Ja, en we hebben ook eigenlijk, we hebben in de corona, hebben we ook bijvoorbeeld soms 2 keer per week video's geplaatst. Dus het zijn natuurlijk niet dat we niks doen ervoor. Precies. Het is gewoon... Ja, en jullie hebben mezelf een week laten samenwonen met Jana. Dus ik verdien een eigen groepje. Nee. Maar ik weet dus niet of we met deze camera binnen kunnen filmen. Dus misschien moeten we wel op ons stijl gaan filmen. Want ik kijk gewoon soms van die vlogs van die LA meisjes die dan gewoon letterlijk 10 tassen op een dag kopen. Ja. Ja. Dat is echt en dan mogen ze niet met die camera in hun winkels in. Dus misschien moeten we op ons stijl filmen. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Omdat het niet heel druk is natuurlijk. Nee. En het is Amsterdam. Amsterdam. Yay! Zoveel zin in, dus daar gaan we nu naartoe. Oké, dus gaan we eerst naar de stad en dan krijgen we een opdracht. En we gaan eerst dagcam kopen. En dan gaan we een opdracht doen. En we weten nog niet wat. Maar we weten het ook oprecht niet wat. Dat is het irritant, want sommige mensen weten het al gewoon in een video. Ja. En dat weet je nou gewoon. Maar we weten het oprecht niet. Ik heb geen idee wat er wacht staat. We gaan niet weer bakken. Nee, dat wil ik echt niet doen.
Spannend. Spannend. Zou dat echt goed gaan? Maar elke keer word er gek van. Oké, okay, maar is goed. Bye. Doei. Ja, ik ben lief. Ja, ik haat je, Dina. I know you love me. There we go. Oké, zal ik hem maken? Ja. Nou, vast wel leuk. Vast wel nice. Wat een one-taker. Oh my god. Ik heb de self-concealers jou eindelijk gekocht, hè? Wat? Heb je gekocht? Die Too Faced. Echt? Ja, ik heb hem eindelijk. Hij is top, hè? Die had wel even tijd nodig. Echt live. Voordat ik het ging kopen, maar... Moet ik daarin? Oh ja, ik moet nog iets vertellen. Oh. Ik heb Gina geprankt gisteren. Ja. Oh. Kijk, Nola die heeft dus zo'n haarstukje. Dan heb je een pony. Je bent gewoon iedereen geprankt. Ja, want ik had het op mijn openbare snapverhaal gezet. Ja. Als jullie daar nog niet in zitten. Oh, de Miss Jade Snapchat. Maar. Dus ik had erop gezet dat ik dus die pony in had geklipt. En het leek zo echt. Ik dacht echt dat het echt was. En ik dacht echt, oh nee. Ik heb echt honderden mensen die echt alleen maar vroegen van, oh my god, wat mooi. Maar Gina die vond het zo lelijk. Oh, maar mensen liegen gewoon, ik weet het zeker. Breid de nummers door aan mij. Ja, echt. Ja, zou kunnen. Want bij sommigen zei ik ook leuk, hè. En dan was het echt, oh ja, ik vind het echt leuk. Maar heel veel zeiden, jij lijkt wel volwassener. Dat is wel zo. Nee, je hebt er een te klein hoofd voor. Ja, ik vond het dus wel meevallen, maar dat dacht ik dus ook. Maar het is inderdaad wel zo. Kijk. Het is echt niet mooi. Je lijkt echt op een paardenmeisje. Zie je? Maar ik dacht, ik ga het niet zeggen voordat ik het echt heb gezien. Maar het leek fucking erg. Ja, dit was echt lelijk. Ik ben gewoon eerlijk. Mensen gaan nu waarschijnlijk zeggen, oh, Gina, maar aardig. Maar ik ben gewoon eerlijk. Ja, maar je kan beter eerlijk zijn. Liegen het gewoon. Anders is het al te laat. Okay, we zijn nu even bij Jade thuis. En mijn zusje Nola is er ook. Mensen zeiden dus in de video dat ik onaardig tegen jou deed. Maar wij doen altijd onaardig tegen elkaar. Dat maar dan niet on... gewoon soms. Met like, we doen niet onaardig tegen elkaar, maar we doen gewoon vatten tegen elkaar, toch? Zusjesliefde. Ja. Nee, ik heb echt een filmpje van Gina dat ze mijn wenkbrauwen wil tekenen. Ja. En daar vechten we gewoon. Daar vechten we. Uiteindelijk ga ik er uiteindelijk slaan. Maar wij kunnen dat gewoon. Ja, en Nola krijgt gewoon echt ruzie, maar Nola en ik, we like, we can do it. En ja, hij heeft een hele leuke zonnebril op. Ik vind hem echt leuk. Als ik hem op doe, lijkt ik denk... Zijn jullie roze ook, hè? Ja, ik denk wel dat ik hem in mijn shoe lijkt als ik die op doe. Ik lijk echt niet goed als ik dit op doe. Ik lijk gewoon niet goed in mijn hoofd. In de tram en je hoeft dus nog geen mondkapje om, want dat doet vast vanaf 1 juni. En het is echt best wel druk, maar we hebben nu echt een spot aangevonden. Oh, fuck, allemaal mensen kijken. Maar we hebben nu een plekje van waar het rustig is. Hier, kijk, hier zit niemand in deze cabine. So, that's nice. Very nice. We lopen dus nu in de stad en we zijn letterlijk door net echt 2 minuten geleden al langs de kiels gelopen. En we lopen er gewoon langs. Domme. En hier lopen we terug. Ja. Want we zijn zo lomp. Oh, niet normaal. En we gaan lekker een dagcrème kopen. Not sponsored. Like, really not. Nee, lekker. Was het maar. Was het maar zo, ja. Oké, ik ga dus die grote pot nemen, want ze hebben dus ook een grote pot en dat wisten we niet. Echt ziek chill. Love it. Love it. Hey. We gaan hier weer teruglopen, want we willen eten. Hier bij Stag. Lopen. Ja, precies. Helemaal klaar mee. Ja. Ik heb maar gewoon even eten bij Stag. Lekker. Jam, jam. Broodje gehad en het duurde echt 2 uur. Ga ik even goed wat? Zit geen liefde in? Niet? Nee, echt een pokkerij. Zat er dag echt niet? Nee, zat er dag niet, hè? Fucking pokkerij dan. Ja, ze was echt niet heel blij met ons. Met onze komst. Ga dan niet. Ze was niet blij met onze komst. Nee. Oké, we gaan nu ons team ergens meeten. Die hebben een opdracht. Spannend. Oeh. Die zijn friet halen. Nee, en dan lopen wij met onze healthy life. Nou, eigenlijk ook niet, maar ja. Hola. Hola. Oh mijn god, ik ben zo benieuwd. Tijd voor een social update. Oké. Maak binnen 15 minuten geschikte Instagram foto's op de volgende 2 locaties. Gebed zonder end en Rederij Kooi. Vraag... Ik ken dat niet. Vraag aan voorbijgangers of ze deze willen maken en leg uit wat het voor Instagram is. Zal ik zoeken wat het is? Ik heb er letterlijk nog nooit van gehoord. Is dat dom? Nee. Zal ik nu welke zoek jij? Rederij Kooi. Zoek wel gebed zonder end. Oh, dat is gewoon dit. De rondvaart, toch? Kijk. Oh, dat is best cool. Dat is best leuk. Maar dit is niet zo cool, hoor. Gaat zie je? Echt een vies straatje. Oké, Rederij Kooi is echt hier achter. Maar waar de fuck is gebed zonder end? Oké, we gaan wel eerst naar Kooi. Ja. Ha! Ha! Pauw! Beide. Hey! Hey! Tijd. Beide. Nou! En dan hebben jullie maar 15 minuten om op beide locaties. Beide locaties. En we zien er zo slecht uit. En het moet een Instagrammable foto zijn. Oké. Moet het aan de fans? 2, 1. Ja.
Oh ja, nee, die is niet van mij. Ik wil mee op. Kijk, het duurt nog 5 minuten om over te steken. Ah, scooter. Het is goed. Een beetje van de zijkant is leuk. Ik heb hier een keer een foto gemaakt. Gina, waar doe je? Doe je hier. Wat? Toch? Er moet even een hip iemand voorbij lopen. Kom, vraag aan die mensen die hier aankomen lopen. Ja, dit is wel een goede angle. Kijken. Een goede angle. Ja, ja, ja. Wat bankjes aan? Er gaat eentje zo erop zitten en de ander op het dingetje, maar niet vallen. Oh, god. Zullen we het aan deze man naast ons vragen? Durf niet. Zo awkward. Hoi, meneer. Hoi. Wilt u misschien een foto van ons maken? Wilt u misschien een foto van ons maken? Top, dank u wel. Yes. Hey, one shot. Ja, dat is top. Ja, doe maar zo, ja. Top, heel erg bedankt. Even snel kijken. Even kijken wat we gaan. Zijn. Mag ik wat vragen? Ja. Wil je misschien kan je een foto van ons maken? Ja, natuurlijk. Top. Top, dankjewel. Zo akker. Top. Ja, top, dankjewel. Oh, leuk. Ja. Toeg. Zit er los? Ja, deze is leuk. Ja, ja, we hebben, oké. Okay, maar we moeten we naar de volgende track? We moeten nog naar de volgende track? Google Maps. Hoe lang hebben we nog? Nog 5 minuten. 5? We zijn 10 minuten voorbij. We moeten nog naar die andere plek. Oké, okay, hoe heet het gebed zonder end? Die kant en dan zo. Andere kant. Andere kant. Let's go. Oh. Oké, okay, gewoon een snelle loop. Hey. Ja, goed met jou? Hoe akker is dat op? Zo, slow march. Wat doen ze nou? Waarom kunnen we niks? Ik wil altijd of van naast die man nog een nieuwe foto te vragen. Ja, hij was echt... Ja, hier, het is dit. Echt? Ja. We hebben het gevonden, maar ik ben hier echt nog nooit geweest. Er staat ook maar één iemand. Oké, okay, Gina, ik zoek wel een angle. Okay. Geef even je telefoon. Gewoon zo, naar deze kant, toch? Oké, okay, ja, ja. Hoi meneer, wilt u misschien een foto van ons maken? Oh, Peter. Even Peter strekken, jongens. Alle tijd. Tijd zat. Nee. Oké, okay, ja. Ja, hier, pluk. Oh, pluk. Nee, ik heb... Best leuk. Hij is leuk, jongens. Binnen de tijd, wat goed. Geluk. Oké, okay, ja, het hebben alle foto's. We zijn echt trots op ons. Echt, ik vind het ook goed. En we moeten ook nog bewerken. We moeten ze nu nog bewerken. In, hoe lang? Anderhalve minuut. Time. Oké, okay, enig. Nu de ander. Oké, okay, gereed. Wacht. Yes. Nog 45 seconden. Ik vind deze seconden. Hoek mooier. Ja, maar deze zijn allemaal nee, lelijk. Kijk eens. Nee, die ene. Oh nee, okay, dat is weer een nee, wat, ja, deze. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, spreek maar waar kan ik? Ik kan dat niet. Eeuw, hij is zo lelijk. Maar dit, ja. Mijn ogen zijn klaar. Ik ben klaar. Ja? Ik ben klaar. Oké, okay. Okay, nou yes. Dit zijn ze. Ja. En deze. Is jullie wel gelukt? Ja, voor 15 minuten. Of ze nou goals zijn, maar is de eerste een ander die is wel leuk. Oké, okay, jongens, dit was dus de Daily Drama Stress Challenge weer. Ik heb wel stress gehad. Ook. Gewoon naar plek. We kennen onze stad echt slecht. Ik wist niet dat dit bestond, hè? Ik ook niet. Jess vindt het jammer dat ze het niet hebben gehaald. Ik baal er ook wel een beetje van. Ah, ga 15 minuten van mijn leven. Doe. Ja, het is wel gewoon, weet je, het zit me best wel. Ik vond het wel stoer dat we durfden te vragen. Het zit me best wel dwars. En nu gaan we... Hi. We zijn nu in de straat waar de Prada-winkel zit. En we zijn zo blij, jongens. Jullie snappen het echt niet. Echt, ik ben zo excited. Dit is onze laatste minuut zonder Prada. Ik heb ook nog nooit iets van Prada gekocht. Straks komen daar ze. Nee, ik wilde die hebben niet. Die heeft die vrouw net verkocht. Ja, oh, dat heb ik een keer gehad, hè? Ja, dat weet ik. Toen heb ik echt gecried in mezelf. Ja. Het is wel echt druk weer hier in deze straat. Ja, het is natuurlijk net weer open. Ja, alles is nu weer open. En ik liep hier een paar weken geleden, ging ik gewoon rondlopen. Oh, kijk hoe mooi auto. Nee, joh. Drie keer rondlopen was het helemaal leeg en het is nu gewoon helemaal vol. Niet normaal. Ja, het gaat heel druk. Dus we gaan even lopen en we gaan even kijken of we het zo kunnen filmen voor Yes. Yes. Thank God. Oké, guys, we zijn dus in de winkel. Alleen ze hebben alleen zwart. Ze hebben helemaal niet zwart, maar schijnbaar is je echt best wel limited en super gedeeld. Dus ze hebben hem bijna niet. Nee, maar zit me in een bijkorf zag ik ze wel. Dus we gaan daar nu misschien naartoe en naar huis. Kijk hoe hij is wel echt zo leuk met dit hij ook. Is zo nice. Doe hem eens om. Oh my
god, I love it. Dit was wel een teleurstelling, maar ze zeggen dat ze in de Bijenkorf meer hebben omdat het een jonger publiek is. Nou, dus we gaan nu naar Bijenkorf, maar we reden naar langs de Bijenkorf en het was zo druk. Ja, ik zit er nog daar. Oh! Ja, de gilt er net kaart door de pc. Ik ben niet meer verkeerd, het bakkie pas, mijn reet is gegroeid. Dus staat er echt een ziek lange rij. En ja, dus om de hoek gaan staan en daar is dus een minder lange rij. Dus daar gaan wij nu ook naartoe. We zijn aan de beurt. Dus gaat vooraan. Echt goed gemunt. We moeten wel even moeite doen voor de tas. Dat is altijd bij ons. Het gaat niet zo makkelijk. Nee. Oké. Dit is Gina, haar ding. Hoe leef ze is? Echt goals. Echt mijn baby. Het is echt een mooie kleur. Ik wist niet dat ze die kleur hadden. Zo mooi. Ja, nou doe maar om, hè. Ze zijn zo excited. Kijk hoe leuk ze zijn. Oh, wat cool. Van deze show, zo maar cool. Kijk, ze hebben dus wel de roze, alleen dan is het zo. Het is wel anders, heb ik echt nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Maar dit zit een beetje in de weg, want ik had het net om. Ja. Maar ik vind het roze wel een leuke kleur. Maar nu ik dit om heb, zwart, vind ik dat ook niet verkeerd. Ja, dat is ook super cool. En ik vind deze ook echt mega. So what to do? Ja. Slecht nieuws. Fuck. Echt balen. Ze hadden, ja, er wel roze, maar die hadden ze niet. Dus we zijn nu thuis, eindelijk. En het was echt wel een leuke dag. Alleen gelukkig zo lang. We hebben echt veel gelopen. Zoveel. En ik ben ook echt moe. Het was ook echt druk in de stad, hoor. Het was zo druk. Het was niet normaal. Maar wat heb ik gedaan vandaag? Echt niks. We hebben wel veel gefilmd voor jullie. Het was wel gewoon gezellig. Het was zo gezellig. Maar ja, we moeten gewoon nog even goed nadenken over de tas en de kleur. En je wil natuurlijk wel de perfecte. Ja, ik ook. Dus we gaan nog even kijken, want het is een limited. Wij willen weer eens een limited. Echt. Ik heb ook al net even de hele internet afgezocht. Hij is nergens verkrijgbaar. Nee, alleen op StockX voor 2 keer zo duur. Nou, dat gaat het daar niet doen. Daar hadden ze niet in het roze. Echt niet? En ook niet in het blauw. Zwart, beige en rood. We're not gonna do that. Waarom willen wij altijd iets wat er niet is? Weet ik niet. Best wel knap. Ja. Maar in ieder geval, ik vond het wel een hele gezellige dag. Lekker daily drama with Gina and Jade. This with Jade en Gina. Dit is our drama. Dit is letterlijk zo'n drama. Oh ja, my god. First world problems. Nee, grapje natuurlijk. Totaal niet. Totaal niet. Nee, maar ik vond het wel een hele gezellige dag. Dus ik hoop dat je dit leuk vond om naar te kijken. Vond je het leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren hier beneden. En laat zeker weten in de reacties of je fan bent van onze daily drama serie. En drama tussen haakjes natuurlijk. Ja. Wat is nou echt drama? Ja, precies. En dan zien we jullie volgende week. Bye!